Nou, mijn kabel voelde al iets anders aan. Ik heb hem, nou, je ziet het wel. De nieuwe koppelingskabel is weer gebroken. Goedemorgen allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Twee senioren op reis. Randje Mediterrane. Een nieuwe dag. We zijn gisteravond ook nog vier Poolse motorrijders aangekomen. Mijn motor staat hier. Er wordt druk gewerkt aan uitbreiding van het hotel. De buren die zijn er niet zo te zien. We zijn in het plaatsje Klos in Albanië. We zijn over die bergen gekomen daar. Je ziet misschien, ik weet niet of het te zien is, maar hier is een brug. Daar zijn we overheen gekomen. Het enge pasje. We gaan een wat oudere weg die wat vlakker loopt. Gaan we naar Skeuper, dat is naar het noorden. Nou, dan nog even een blik op het appartement wat we hebben. Het ziet er allemaal op zich keurig uit. Het is wel, ja, net niet. Maar, nou, prima douche. Al het water liep alleen langs de wc naar dit putje. De wc doet het. Wastafel, prima. Nou, jullie hebben het mooie balkon al gezien. Een woonkamer. Ik heb mijn kleren afgegeven voor de was. Kijk, een mooie deur op zich. Dus ik wacht nog even op mijn wasgoed, zodat ik het allemaal weer kan inpakken. En hier de slaapkamer. Het ziet er allemaal op zich keurig uit. We gaan vertrekken. En het is altijd even spannend. Ik moet hier zo achteruit een helling af. En dan zitten er een hele groep ervaren motorrijders te kijken. En die kunnen dan mijn gestuntel aanschouwen. Maar goed, daar zal ik me maar overheen zetten. Ik denk dat ik gewoon in stilte achteruit ga. Dat is denk ik wel het makkelijkste. Dan heeft niemand er erg in. Kijk, dat helpt. Zo, we gaan op naar Skoda. De afstand is 130 kilometer. Nou, dat moeten we redden vandaag. Klein schalige landschap, hè. Er staan gewoon ergens twee koeien in de wei en hier staan er ook een stuk of twee. Rechts voor, dat is wel hooi.
Even kijken hoe het hier al. Oeh, dat is een hele goot. Zo. Het is intussen 32 graden, 9:30. Dus er moet wel gedronken worden. Zo, even pauze. Ik zag een kleine uitspanning langs de kant van de weg. En ik denk, misschien is het wel even tijd om een koffiebreak te doen. Ik zie hier trouwens een heel meer aan de zijkant. Goed. We gaan eens kijken of ze wat hebben. Ik moest even naar het toilet, maar dat ja. Oké. Okay. Was even een heerlijke pauze. Prima koffie. Nog 2,5 uur te gaan naar onze eindbestemming. Dit is 10:30. Dus we hebben de tijd. Alleen ik vraag me af of die 2,5 uur wel representatief is met die tempo. Wauw, kijk nou even. Je gaat even een bocht om en je weet niet wat je ziet. Wat een mooi uitzicht. Echt hartstikke nieuw uit. Hey, hallo. Idioot. Gezien de hoogte van de brug en de lage muurtjes. Knik het dood in. Hoppatee, ga met de banaan. In het midden rijden. Dat is weg ook het best. Krijg je voorrang of.
En ik vind het toch wel heel lastig om een goede plek voor het vliegen uit te kiezen. En ik ben ook als het dood dat ergens tegenaan vliegt, moet ik zeggen. Of dat hij wel terugkomt. Maar het was een mooi weer voor, het is een mooie plek hier. En het echte mooie filmopnames maken. Dat is denk ik nog wel even een iets te ver voor mij. Mensen, wat is het mooi hier. Kilometer puur, oh, we gaan een tunnel in. Wat een uitzicht hier. Oh, daar nog een vrij lange tunnel ook. Ja, wat een afgrond. Wauw, wat een diepte. Even een filmmomentje. De kloof gaat hier dus gewoon verder. We blijven de kloof volgen. Jongen, jongen. Ik heb iets meer speling op de koppeling dan ik tot nu toe had. Ik weet niet of dat gewoon een beetje gerammel is dat hij weer wat los is gaan zitten. Of dat mijn koppeling slijt. Nou, mijn kabel voelde al iets anders aan. Ik heb hem, je ziet het wel. De nieuwe koppelingskabel is weer gebroken. Dat ben ik niet echt blij mee. Ik ga eerst maar eens eten. En dan ga ik maar weer kijken dat ik weer een noodreparatie weet toe te passen. Maar blij ben ik er niet van. Nou, oponthoud van een uurtje of twee hier. Hebben we het toch voor elkaar gekregen. Ja, hij zit niet echt lekker door de kabel, maar ja, hij doet het even. Eigenlijk is hij te kort. Zeker als ik door een bocht ga, dan... Oh jee. Nou, we moeten even kijken hoe dat gaat, want hij is toch echt, ik moet hem anders leggen, de kabel. Maar dat kan van onderuit wel. De monteur heeft dus de kabel op. Na de lunch heeft de monteur eigenlijk heel snel wat hij aan het begin aan het verprutsen was,
heeft hij aan het einde, na de lunch, heel snel toch voor elkaar gekregen. Vroeg voor deze contrij een belachelijk bedrag. Maar Allah, ik ben geholpen. Alleen toen ik ging rijden, toen bleek dat de buitenkabel zo ver was ingekort, dat mijn koppeling werd ingetrokken op het moment dat ik naar rechts stuurde. Nou, dat is niet de bedoeling. Dat niet alleen, maar het is ronduit gevaarlijk, want het stuur gaat op een gegeven moment ineens niet verder. Dus ik heb een tweede stop gemaakt. De koppelingskabel, maar dan nu aan de onderkant losgehaald, door de hele motor teruggetrokken en opnieuw op een kortere weg gelegd. Motor of de kabel gaat op dit moment best wel een beetje zwaar, maar hij doet het weer. En hij staat goed afgesteld, dus ik hoop nou weer even vooruit te kunnen. Deze kabel, die nieuwe, die was wel echt een heel stuk dunner dan de oude. Is dit als keurder? Het zou best kunnen hoor. Een grote plaats. Dan moet ik de routenavigatie eens even aan gaan zetten. Kijken of ik ergens een plekje kan vinden om hem naast de kant te zetten. Ik heb het gevonden, dit is inderdaad Skeuder al. Zo, ik ben aangekomen. De motor staat daar buiten in het gras. Dit is de badkamer, de wc met douche, nou meer heb je niet nodig. Het is een gezamenlijke kamer, er staat op ladies, maar dat schijnt niet zo'n probleem te zijn. Ladies room, only you, guess why, geen idee. Ik heb in ieder geval het lage bed gekozen, want ik ben niet zo van de... Alhoewel deze best hoog zijn, ik kan hier wel rechtop in zitten, maar goed, het... Het is voor elkaar. Ik ben er. En ik heb wel gemerkt dat de afstelling van... Het is echt wel druk hier. Maar kijk eens zeg. De afstelling van de koppelingskabel heeft ook met de zijstandaard te maken. En ik heb hem net toch wel... Ja, ik moest hem op de zijstandaard zetten. En nou zit er weer wat meer speling op de koppeling. Dus of hij nou de kabel uit de reparatie getrokken heeft half. En dat ik het morgen nog weer even terug moet zetten, weet ik niet helemaal. Maar er is weer iets meer speling opgekomen. Dus er moet wel wat afstelling plaatsvinden. Nou, dat doet mij in ieder geval besluiten morgen te blijven. En dat ga ik dan nu eerst regelen. Zo, een douche heeft de zaak al lekker opgefrist. En het is op zich wel een... het zit niet in het centrum, maar hier achter, ik weet niet of er een doorsteek is, staan in ieder geval wat restaurantjes. En het is best wel druk, behouden ze dus op mijn kamer. Andere kamers zijn helemaal vol. Beneden was het een drukte van je welste. En wel allemaal jonge mensen. Het vorige was meer een oude mannenhuis. Ik ga zo meteen naar beneden kijken of er wat gesocialiseerd kan worden. Of in ieder geval dat ik een biertje voor alle stress neem. Ja, in de vorige aflevering liep ik een beetje uit de tijd. Daarom laat ik nu maar even de route van gisteren zien. We zijn in het hostel begonnen op nummertje 1. Dan zijn we binnen de stad Tirana doorgereden. Nummer 2, de Bunk Art, waar de... Hoxha heeft laten bouwen in de jaren 70. Daarna zijn we doorgereden, maar niet zoals je hier nu ziet naar dat zwarte draadje. Maar we hebben de blauwe lijn gehad naar nummer 3 iets verderop. En dat is er ook, dit kaartje geeft alle verschillen aan tussen de drie verschillende
kaartsystemen. Nummer 4, daar zijn we gekeerd omdat we naar nummer 6 wilden en dat was verder allemaal onverhard. We zijn helemaal teruggereden naar Tirana. Van daaruit weer naar nummer 5, nummer 6. En hier zie je de grote verschillen. Dat zwarte, dat is de nieuwe weg. En die andere twee, dat waren de andere systemen. Tussen 7 en 8, daar komt de tunnel. En daar hebben wij die hele hoge pas gedaan. Nou, verder was het wel snel te doen. Bij 11, 12, 13 zijn we over de nieuwe brug en de drie tunnels gegaan. En bij 14, daar zijn we nu. Ja, dan is het misschien ook nog wel even leuk om het hoogteverschil te zien. De eerste bult die we tegenkomen, dat is de bult met het uitzicht over Tirana. De twee vlak naast elkaar, dat is vlak bij nummer 4, het einde van de route. Waar we hebben moeten omkeren omdat het onverhard werd. De laatste piek is die van 1300 meter bij de tunnel waar we nog over de oude bergpas moesten. Ja, dan gaan we ook nog even de route van vandaag doen. We zijn bij nummertje 1 in Klos begonnen. We zijn 4-2 door het Nationale Park naar 3 gereden. Het Natural Park. Vanaf 3 zijn we door een prachtige kloof langs het water naar 4 gereden. Bij 5 daar is de koppelingskabel gebroken en hebben we geluncht. Bij nummertje 6 heb ik de koppelingskabel opnieuw door de motor heen geleid. We zijn vervolgens doorgereden via 7 naar Schöder, nummer 8. En daar overnachten we nu. I'm on an endless journey through eternity. Peace be still, there is nowhere.